duifjes, welkom bij mijn jongerenrubriek Marijke's brandend vragenvuur. En ik heb meteen een eerste beller, dat is Carolien. Hoi Marijke, ik wil graag een borstvergroting. Heb jij nog tips voor mij? Nou Carolien, daar komt heel wat bij kijken als je zulke grote borsten als ik wil hebben. Dus maak je borst maar nat. Mijn eerste tip is, probeer eerst blij te zijn met je eigen lichaam. Dat moet je eerst proberen. Weet je het daarna echt zeker? Luister dan wat ik je nu ga vertellen. Hemeltje! Net een raket! Er zijn verschillende soorten implantaten. En elke implantaat bestaat uit een siliconenomhulsel. Deze kunnen gevuld zijn met een siliconengel of een zoutwateroplossing. Laat je hierover goed informeren. Wist je bijvoorbeeld dat implantaten gemiddeld na 10 jaar weer aan vervanging toe zijn? Wat je absoluut moet weten, Carolien, bij het inbrengen van een lichaamsvreemd object, het lichaam een kapsel rond dit weefsel kan vormen. Geloof je het soms niet? Je kunt er zelfs een fles op kapot slaan. Net als mijn borsten. In feite heeft mijn lichaam de protheses niet geaccepteerd en is er een harde laag om mijn protheses gekomen. Ze zijn zo hard dat ik er Harry een kopstoot mee kan geven. Als we ruzie hebben, dan geef ik hem door van langs. Denk niet dat je na één dagje in de kliniek of in het ziekenhuis alweer meteen up and running bent. Je hebt heel veel rust nodig. Geen huishoudelijke klusjes, niet sporten en al helemaal geen seks. Stel je voor zeg, dat kan helemaal niet. Dan spatten ze uit elkaar. Ze klapperen er helemaal uit. Ze zijn net in die holtes gebracht. Ze spatten zo tegen de muur. Maar lieve Carolien, doe het alleen voor jezelf en nooit voor een ander. Dat was hem weer, lieve duifjes. Snel! Wat vind ik het leuk dat je naar mijn video hebt gekeken en abonneer je ook op mijn kanaal. Wil je nog twee andere hele leuke video's van mij zien? Hier heb je andere, twee zelfs, van mijn leukste video's. Kijken, doen, niet vergeten, je mist iets.